We zijn aangekomen! Eigenlijk mag jij een beetje vloggen hier. Maar niet je vinger hierop zetten, zo van naast de ding. Nee, je moet gewoon vaststaan met één hand. Bro, ik ging pakken gewoon zo. Oh my god. Je moet hem gewoon zo vasthouden. Even kijken. Wacht, de belichting klopt niet. Gewoon zo vasthouden, hier is die hand vast. Oké, okay, ga maar vloggen. Wat moet ik zeggen? Alright, dit is moeilijk, man. Kijk, ik heb meer respect voor jou nu. Ik zei het toch, vlog is moeilijker dan je denkt. Ik zweer het, hè. Vlog is moeilijker dan je denkt. Moeilijk, hè? Als de camera op jou gericht is. Tuurlijk niet. Welkom, jongens, van de regio. We zijn vandaag in Scheveningen. Ik weet dat je in woensdag hier een mondkapje op. We zijn wel weg. Oh, Yeezys. Oh, damn. Ja, dat zou ik aangekomen. Doe dan. Oké, wacht. We gaan die... Ik heb Yeezys aan. Dit zijn de Brads. Ai. Dit is een Adidas broek. Het is een beetje pantalonachtig, maar het is gewoon een jongens broek. Ja. Ik heb mijn vest. Ik heb mijn jas van de Zara. Ai. Let's go! Ik de adlibs nog. Ai, let's go! De kapsels van Moira, Moira. Shout out naar Moira of zo. Het is fucking koud. Oh shit. Oh, het is wel gefocust. Ai. Ultra Boost. Zet het er in de sale. Waar is de broek vandaan? Broek is, ik weet echt niet, man. Maar oké. Nike, yo. Nike. Oké, en een Air Force. Air Force en petje, waar is petje vandaan? Of white? Nike, waar is die logo? Ga je hem nadoen? Omar heeft de beste mattie gevonden. Je zou echt denken, wat doen ze? Waarom zijn ze naar Scheveningen gegaan? Het is winter. Maar ook al is het winter, ik zweer hè. Het is best wel chill om daar te wandelen. Het is wel een beetje koud, maar op zich, als je een goede jas aantrekt, is het gewoon best prima. Kan je gewoon daar wandelen. En er waren meer mensen hè. Ik dacht, we gaan daar echt niemand tegenkomen. Maar er waren nog best wel wat mensen. Ik had het echt veel rustiger verwacht. En het is daar echt rustgevend ofzo. Ik weet niet, als ik daar zo loop, dat het zo rustig is. Ik zweer, het is echt chill. Meestal ga ik naar Zandvoort. Want ik heb echt niks met Scheveningen, ik weet niet. Ik vind Scheveningen een beetje overhyped ofzo. En om mijn dagelijkse routine echt af te maken, gaan we even langs de Mac in, zoals elke dag. Mag ik één mokka chocolade? Wat is mokka chocolade? En wat wil jij? Gewoon koffie. Kan je een cappuccino? Nee, gewoon klein. Oké, mag ik dan een koffie? Koffie. Dat was hem. Ah, loser! Hij zegt tegen mij, Zemma, voor jullie is echt slechte muziek. Ik zeg Kanye West op, zegt hij, wow, echt goeie muziek. Ik zeg, Kanye West, deze album heb ik gedaan, alles. Hij zal lekker de tekst niet tegen. Dat was, hey, wat de fuck moet ik doen? Dat was de fucking tekst. En ik ken het wel. Hij kent de tekst gewoon niet, je kent de tekst gewoon niet. Oma kent de tekst niet. Nou jongens, ik kan weer Enes niet vinden. Ja. Inderdaad. Niet aan mijn haar zitten. De haar. Oké, zal ik proberen op te staan? Nee. Kijk, ik ben hier eindelijk lang. Ik ga squats doen. Hey. Oké, okay, ik ga je gooien. 3, 2, 1. Nee! Oké, ga dan. Wacht, laat me eerst aan de camera pakken. Help. Gaan we dan maar met doen? Oké. En kijk, help mij nou! Help! Oké, kom, pak mijn hand vast. Oké. Dit gaan we toch niet doen.
Oké. Nog een keer. Echt raar. Ik heb dus mijn telefoon teruggekregen. Maar volgens mij heb ik een nieuwe gekregen. Kapot raar. Nou, eindstand heb ik toch geen nieuwe gekregen. En ik ga je het hele verhaal vertellen. Ik ga ook gelijk het einde verklappen. Want ik had echt geen zin om dit allemaal te filmen. Aangezien het zo'n gedoe was. Ik had dus mijn auto weer teruggekregen. Ik had naar Tele 2 gebeld. Ik ga gewoon zeggen welke profiel ik heb. Ik heb Tele 2 en ik ben echt niet meer blij met Tele 2. Ik was altijd degene die helemaal blij was. En helemaal Tele 2 ging ophypen en zo. Maar eindstand hebben me echt in de steek gelaten. Ik heb gewoon een iPhone 12 Pro Max bij me besteld. En ik heb gewoon kapotte binnen gekregen. En niet dat ik gewoon een nieuwe terugkrijg of dat ze hem snel voor mij laten repareren. Nee, vroegen ze aan mij om te betalen voor de kosten om die iPhone te laten ophalen. Terwijl het bij Apple gewoon gratis is. Dus ik dacht echt van ja, doe je, dat ga ik echt niet doen. Ook al, kijk, het is een klein bedrag, het is 10 euro of iets. Maar nog steeds, het gaat mij om het principe dat ik moet gaan betalen voor iets waar ik eigenlijk niet voor hoef te betalen. En dan helemaal met deze hele gedoe dat ik een nieuwe telefoon heb. Ik betaal elke maand. Voor deze telefoon, want ik heb een abonnement. Plus, ik moest nog 500 euro, 400 euro bijbetalen. Ik bedoel, dat is toch echt gaar. Als je dan ook nog eens, als we ook nog eens kosten in rekening gaan brengen. Nou, ik verklap even het einde. Eindstand, ik ben gewoon naar Apple Store gegaan. Ik kon een afspraak daar maken, ondanks corona. En daar had ze mijn telefoon ter plekke gemaakt. Tot nu toe werkt hij en ik hoop ook dat hij blijft werken. Want ik ben echt zo'n iemand die over een weekje weer gek gaat lopen doen. Het is oud en nieuw. Normaal horen we dit niet te vieren, volgens mijn geloof. Maar ja, meestal, altijd toen ik klein was, gingen we met familie afspreken. En het was niet echt zozeer dat we met de intentie daar zaten van, oh, we vieren het nieuwe christelijke jaar. Maar het is meer van, ja, iedereen is vrij die avond. Iedereen steekt vuurwerk af. Heel mijn wijk steekt vuurwerk af, echt alsof het de Hunger Games of zo. Ik zweer, hè, zoveel dingen die kapot gaan. Ik moet hier eigenlijk niet echt om lachen, maar het is wel echt grappig. Ik zweer. Er zijn auto's die worden afgebrand. Ze doen echt alles wat niet mag, doen ze gewoon die avond. Echt alsof het The Purge is. Niet eens Hunger Games, The Purge. Maar helaas, dit jaar gaan we niet met familie afspreken. Dus hebben ik en een mattie van mij besloten om samen een hotel te pakken in een andere stad. Gewoon een beetje zo mini vakantie houden, eten bestellen, chillen, foto's knallen. En gewoon ja, gewoon even lekker chillen toch? Gewoon even tijd voor jezelf nemen. We zijn in het hotel en vanavond gaan we afscheid nemen van 2020. Want 2021 wordt nog erger. Nee, we gaan zo meteen eten bestellen. En dan kijken wat de avond ons brengt. Dus ik ben benieuwd hoe deze jaarwisseling gaat. Ik ben altijd in Frankrijk. Ik ben altijd of in Parijs of in Caen. Caen is waar mijn andere familie woont. Dus ja. Oké, we zijn zo dom, hè. We zaten net de hele tijd foto's te knallen en shit. Eindstand. Willen eten bestellen is alles dicht. Thuisbezorgd is dicht. Afhalen is dicht. McDonald's is dicht. En we hebben niet gegeten. We hebben niks. En het is al 10:15. Dus we zijn nu echt aan het nadenken. Want ik ben niet dicht bij huis of iets dat ik even langs huis kan eten halen. Echt fucking dom. Echt zo dom, hè. Nou, hè. Ik ga denk ik vasten tot in de ochtend. Echt serieus. Oké, we gaan. We hebben oliebollen gekregen, lage oliebollen daar. Dus ik ben even oliebol knallen en we gaan even naar het tankstation hopen dat het tankstation open is. En we gaan gewoon veel dingen inslaan. En jackpot betalen, want ik ga echt niet uithongeren hier. Oh. Jongens, hij is open, hij is open, hij is open, hij is open. We gaan choppen, wojo. Ik ben nog nooit zo blij geweest dat er een tankstation open is. Wojo, het stinkt hier zo erg naar vuurwerk. Wojo, ik ga eten halen. Wojo, wojo, wojo. Gelukkig konden we wel eten halen, want de tankstation was open. Het was natuurlijk niet de meest fantastische avondeten die je kan hebben. Ik had ook echt, de ochtend erna had ik zo'n hoofdpijn door al die suiker van die snoep en M&M's en chips en Fanta. En we hebben er ook het beste van gemaakt, want het was echt een leuke avond. We hebben echt veel gelachen. En we hadden echt een leuke tijd en dat is het belangrijkste. Hoe heb je 2020 ervaren? Goeie vraag. Ik zeg je eerlijk, ik vond 2020 een leuk jaar. Ik heb er echt het beste van gemaakt. Ik heb er het mooie van gemaakt. En ik hoop dat volgend jaar alleen maar beter wordt. Inshallah. Ik heb nog nooit zoveel nieuwe plekken ontdekt. Ik ben naar Zakynthos gegaan, naar Curaçao. En dat is al veel aangezien ik... Ik ga heel vaak op vakantie, maar meestal ga ik wel gewoon naar dezelfde plekken. Ik ga altijd naar Parijs, Marokko. Waar nog meer...
Ja, dat eigenlijk. Ik ga meestal alleen naar Parijs en Marokko. Dit jaar ben ik ook naar Parijs gegaan met Omar. Dat was de eerste vakantie die ik had gehad met Omar. Dat was ook echt heel leuk. Ik heb mijn propedeuse gehaald, ondanks het hele corona gedoe. Ik heb leuke mensen leren kennen. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt. Ik heb mensen verloren. En dit jaar ben ik natuurlijk begonnen met vloggen. En ik ben echt benieuwd hoe dit in de toekomst zal uitpakken. En ik hoop dat volgend jaar alleen maar beter wordt. En ik hoop dat we meer vrijheid gaan krijgen. Dat we meer dingen kunnen doen. En natuurlijk ook op de mensen die ziek zijn, dat ze beter worden. Inshallah krijgen we betere tijden en komt alles goed. Ja, dit was het toch? Ja, dat was het.